Het ontstaan van de Benedictine voert terug tot de Renaissance, toen een Venetiaanse monnik van de abdij van Frecampe, Dom Bernardo Vincelli genaamd, een elixir creëerde van 27 verschillende planten en kruiden die waren verzameld uit alle windstreken. Door een langdurig productieproces en de zorgvuldige bereidingswijze is Benedictine van constante kwaliteit. Na destillatie van de liqueur in koperen ketels volgt een lange rijpingstijd in grote eikenhouten vaten in donkere kelders. Kruiden geven het Benedictine zijn specifieke smaak en aroma. De totale lijst van kruiden is fabrieksgeheim. De kleur is donker amber met een gouden gloed. De geur en smaak is kruidig met tonen van zoet hout, kruidnagel en honing en de afdronk is vol, kruidig en warm. Benedictine kan gebruikt worden in desserts, sausen en in combinatie met gerechten van groenten, vlees, zeevruchten of kip. Het wordt puur gedronken als digestief of in cocktails. Santé!